Matthijs van Nieuwkerk, jarenlang het gezicht van de NPO, maakt de overstap naar RTL 4. De timing lijkt nu gunstig voor de televisiester, die de komende vier jaar nog flink kan cashen voordat zijn AOW-uitkering ingaat. Tina Nijkamp, voormalig SBS 6-directeur, speculeert over het mogelijke salaris van Matthijs bij RTL 4. Ondanks enige controverse en risico's voor imagoschade, verwacht Nijkamp een aantrekkelijk basissalaris voor Matthijs. Geschat tussen de 650.000 en 750.000 euro per jaar. De samenwerking lijkt gebruik te maken van de bekende Medialane-constructie. Hiermee kan Matthijs wellicht het salarisplafond bij de NPO omzeilen. De keuze voor deze constructie suggereert dat Matthijs niet in dienst komt. Maar eerder een samenwerking aangaat met Medialane, het bedrijf van Iris van Den Ende. Dit is vergelijkbaar met de constructie waarmee Eva Jinek volgend jaar gaat werken. Hoewel er wordt gefluisterd dat dit een manier is om het salarisplafond bij de NPO te omzeilen, ontkennen alle betrokken partijen dit. Tina Nijkamp schat in dat RTL Matthijs een basissalaris van 650.000-750.000 euro per jaar zal bieden. Hij zal wekelijks presenteren, zij het niet het hele jaar door en vooralsnog niet dagelijks. De precieze details over het aantal afleveringen moeten nog bekend worden. Als dat aantal stijgt, kan Matthijs een extra beloning verwachten. Wat de overstap voor beide partijen betekent en of Renze Klamer zich zorgen begint te maken. Blijft voorlopig nog een vraag. Volg ons voor updates over deze spraakmakende televisieovergang en abonneer je op ons kanaal.